Ja, we staan hier in de Geerstraat. En de Geerstraat is eigenlijk omgetoverd tot Art Gallery. Naast mij staat Marianne Stoeltie. En met haar ga ik praten over het initiatief wat ze genomen hebben om dit te organiseren. Marianne. Hallo, vertel. Goedemorgen. Nou, we wilden graag iets doen voor de Leuke Lange Zaterdag met het thema kunst en cultuur. En vroeger deden we al wel als Geerstraat Kunststraat en hebben we eigenlijk weer opgepakt om de schilderijen weer in de winkels te hangen. Elke winkel vormt op deze manier onderdeel van de hele Geerstraat. En de Geerstraat is nu een soort galerie geworden waarin je elke schilderij kan bekijken. En de schilderijen zijn geleverd door de Kampers Schilderclub en Jan Brokkelkamp, onze eigen schilder natuurlijk. En er is een wedstrijd uitgeschreven. Hoe gaat die wedstrijd in zijn werk? Nou, de mensen kunnen een formulier invullen waarin ze kenbaar kunnen maken welke etalage ze het mooist vinden. En die leveren ze bij elke winkel in uit de Geerstraat, maakt niet uit welke. En om 6 uur is de trekking en om 7 uur wordt de winnaar al bekendgemaakt. En die wint een fantastisch schilderij, gemaakt door Jan Plender van de Hairspray. En een goodiebag van de Geerstraat waarin elke winkelier iets leuks in heeft gedaan. Dus nou, er zit geen tweepersoonsbed in, maar wel echt gave dingen om te krijgen. Ja, is het een initiatief van jullie zelf of van de ondernemersvereniging? Nee, het initiatief is echt van de Geerstraat. We hebben met een aantal mensen dit bedacht en uitgevoerd. En iedereen helpt dan mee en doet mee en maakt er een mooie etalage van. Ja, nou wij horen vast van je wie de winnaar gaat worden. Ja, dat is prima. Hartstikke goed. Heb je enig idee hoeveel deelnameformulieren er opgehaald zijn? Nee, daar heb ik geen idee van. Ik had zelf een aardige stapel. Ik denk wel dat deze etalage van mij natuurlijk een hele goede kans gaat maken. Maar ik weet het niet verder. Dat gaan we zien straks. Vandaag gaan we nog even lekker fanatiek met uitdelen doen. Om mensen toch even op te attenderen dat het leuk is om even hier in de etalages te kijken. Nou ja, en dan zien we het wel vanavond. Ja, je hebt een prachtig schilderij in je etalage hangen. Ja, dat is een prachtig schilderij. Toevallig ook gemaakt door Jan Plender van Hairspray. Met Divine erop. Zo'n jaren 80 artiest, zo'n discostamp mevrouw, meneer. Zit er tussenin. Maar die is echt fijn hysterisch en dat past weer heel goed bij deze winkel. Het gaat over kleurtjes en ja, zo heeft hij wel een beetje geprobeerd. Bij McHelp hangt bijvoorbeeld een schilderij met appeltjes. Hè, een koel bij een kaaswinkel, dat je dan toch even dat, nou ja, dat het samenkomt. Dat is het leuke. Ja. Zijn alle winkeliers bereid om hier aan mee te doen? Nou, bijna allemaal wel. Je moet ook een etalage hebben waarin het past, dat er niks voor staat. En ik geloof dat eigenlijk misschien de 3 niet meedoen, maar de rest allemaal wel, ja. Nou, dat is toch... Dat is toch hartstikke leuk, hè? Het is te hopen dat vandaag heel veel mensen toch in de etalages gaan kijken naar de schilderijen, ja. Natuurlijk. Hè? Ja, daar gaan we ons best voor doen. Zeker, hartstikke goed. Ik bedank je hartelijk voor je medewerking en heel veel succes. En we horen graag van je wie er gewonnen heeft. Ja. Dat ga ik doorgeven. Hartstikke bedankt. Leuk dat jullie kwamen en genieten van, zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Ja. Goedemorgen meneer. Hallo. Mag ik u iets vragen? Ja, maar natuurlijk. Weet u wel dat Geerstraat vandaag omgetoverd is tot een art gallery? Ja, ik zag het. Ik zag overal schilderijen hangen in etalages. Ja, erg leuk. Leuk initiatief. Ja. Weet u dat u mee kan doen? Nee, dat wist ik nog niet. Nee. Oh, hier. Ja, u krijgt dan een formuliertje en u kunt dan een keuze gaan maken welke etalage u het mooiste vindt. En dan heeft u toch de kans dat u het misschien gaat winnen. Oké, okay. En wat win ik dan? Dat schilderij. Dat schilderij dat ik het mooiste vind. Oh, oké, okay. Oh, wat leuk. Nee, het is een verrassingsschilderij. Een verrassingsschilderij. Oké, okay, leuk. Nou, dat ga ik zeker meedoen. Kijk eens. Dank u wel. Alsjeblieft. Nou, dan ga ik hem invullen. Bedankt voor je medewerking. Ja hoor, geen dank. Oké. Okay. Ja.